lekker eten en live muziek. Dat was dit weekend de eerste editie van Eindhoven Kookt in een notendop. Duizenden bezoekers kwamen op het festival op Strijp S af om artiesten als Lucky Fons en Typhoon te zien en iets te eten en drinken bij een van de 50 foodtrucks. Het festival zag vorig jaar het levenslicht in Amsterdam en strijkt deze zomer in 7 steden neer. Volgende maand is de laatste in Utrecht.